Hiepe de piep, bijna. Hoera. Oh nee, hiepe de piep, bijna. Goedemorgen, het is woensdag. Laatste dag dat ik een vijfjarige thuis heb. En zoals altijd zijn we natuurlijk weer aan de late kant. We gaan snel mijn aan het eten. Sarah is boven sokken aan het pakken. Die had schoenen gepakt en geen sokken. En daarna gaan we natuurlijk weer naar school. Ik heb gelijk boodschappen gedaan daarna. Want ik doe elke dag wat. En dan heb ik gelijk bedankjes gehaald voor de hulpmoeders voor vrijdag. En ik heb er één die houdt heel erg van gezonde dingen. Dus daar heb ik heel erg pure chocola, gezonde chocolade. Ik heb een zwangere hulpmoeder. En die heeft, ben ik gisteren achtergekomen, een tik met boterkoek momenteel. Dus daar heb ik boterkoek. En ik heb er één waar de liefde voor deze chippies mee deel. Deze zijn echt lekker, heel goedkoop, maar echt de allerlekkerste. En dan heb ik ook deze, want die kostte echt geen drol. En ik wilde nog één soort, maar die lag er nu niet. Dus ik moet morgen en overmorgen toch ook weer boodschappen doen. Ik heb nog zo verschrikkelijk van nodig. Dus die komt wel. En ja, ik vond dat wel heel leuk. Dan is het toch persoonlijk en gewoon een aardigheidje. Maar ja. Al de hele ochtend aan het rennen geweest. Ik heb de was gedraaid, zit een nieuwe was in. Wasopgangen, strijken. Noem het maar op. Ik ga nu even zegels plakken. En ik ben ondertussen bezig. Ik schrijf elk jaar een gedicht voor Sarah de verjaardag. Dat is gewoon een dingetje. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En zo was ik mee bezig. En ik ben er de afgelopen weken wel elke keer mee bezig geweest. Maar ik kreeg hem gewoon niet rond. Maar ja, ze is natuurlijk over een paar uur eigenlijk jarig. Dus dan moet hij wel af zijn. Dus ik denk, nou, zegels plakken is wel even ook een beetje zo'n zendwerkje. Ja? Dan ben je gewoon even rustig ergens mee bezig. Dus dan is dat ook gelijk weg. En dan kan ik ondertussen gewoon lekker even nadenken. En ik had nu even een blackout momentje. Ik heb net een heel leuk stukje geschreven, in ieder geval vind ik zelf. Dus ik schrijf ze gewoon op mijn telefoon overigens. En nou, dan kon ik nu gewoon heel even nadenken. Pak nu de camera. Heel even iets anders praten. Want meestal als ik dan heel even eruit ben en ik ga daarna weer verder, dan lukt het weer helemaal. Dus dat. Nog net op de valweek nog een pakketje binnengekregen. Bedacht me gisteren, maar volgens mij had ik dat helemaal niet verteld. Dat het thema voor zaterdag is pastel. En voor Sarah en mezelf heb ik een outfit. Maar voor Marco, die heeft eigenlijk niks in zijn kast wat daarbij matcht. Dus ik heb gisteren nog even een shirtje voor hem besteld. En als het goed is, staat hij bij onze spullen. Ik ga nu naar school lopen. En ik zit even te twijfelen. Ik laat mijn camera wel hier. Dan ga ik hem even opladen, want de batterij is bijna leeg. En ik ga dadelijk met Sarah die knutseldingetjes afmaken. Ze moet stickertjes plakken en ik heb nog wat leuks voor haar. Dus ik wil, ja, ik wil dadelijk batterijen. We zijn weer thuis. Sarah is snel de boterhammetje aan het eten. Ja. Daarna gaat ze even verven. En er werd door een klasgenootje, of nee ja, klasdernagenootje gevraagd of ze daar zo wilde spelen. Ik heb mijn jas nog aan, zie ik. En we mogen even zeggen hoe hij heet, Belen. Ja, Belen. Die is ook wel eens in de vlog langsgekomen. Maar, nou, ik wil die camera verplaatsen, maar hij... Zo. Ook niet echt een meest charmante hoek. Even snel mijn jas uit. Maar ze moet iets cadeautjes even afverven. En dan... Dan kunnen ze ondertussen drogen. En dan breng ik er daar naartoe, want dat is niet zo ver van hier. En ik kreeg heel leuk even de gegevens eraf. Zo, kijk, de schoolfoto is binnen. En in plaats van een mapje krijgen we allemaal gewoon een kaartje. En nou kan ik dus online kijken, dus dat is ook nieuw voor mij. Ik ben benieuwd. En dan kan maar ik als je toch... niet binnen 7 november hebt... Bestel ja, voor 7 november en... Dan geven ze mij later niet dat ik er gratis of zo korting. Ja, nee, je krijgt 3 euro korting op het complete fotopakket. Staat er. Ja. Maar ja, ik wil hem sowieso snel, want ik wil niet weken wachten. Oké.
even goed zoeken op deze site. Toch vind ik het deels ook wel weer heel jammer. Ik vind het ook wel weer leuk. Eigenlijk die mapjes en dan gewoon in de rij staan. Ook al is dat op dat moment heel velend. Ga jij maar heel veel. Ik laat hem zo zien als ik hem heb. Ik moet het nu nog opzoeken. Maar dat je even door eet, want anders heb je geen tijd meer om met Belen te spelen zo. Oh, ben je schattig. Hè? Dit is je klassenfoto. Of je schoolfoto. Kijk hoe leuk. Oh. Kijk. Is dat niet scherp? Oh, jawel. Heerlijke neplach, geweldig. Oh, maar de klassenfoto kan je niet kijken. Volgende stap. Kies uw pakket. Hulp nodig? Nee, ik heb geen hulp nodig. Ik moet gewoon even goed lezen. Oh, hier zie je wel de klassenfoto. Oh, die kan ik natuurlijk niet laten zien. Dat, Die staat er wel heel leuk op. Ik kan hem alleen niet in... Oh, wacht. Zo kan je wel inzoomen. Kijk, je staat er wel leuk op. Ja. Oké. Okay. En ik ben naast Jesseline. Wat leuk. In de winkelmand. Nee, hij zei toen dat je ik ook K3 ben. Doe eens je mond dicht. Hij zei dat ik K3 ben. Maar hou jij je mond eens dicht met eten. Foto's zijn besteld, dus ik ga het hier even heel snel klaarmaken. Dat als Sarah klaar is met eten, ze gelijk kan verven. Ze wordt zo opgehaald en dan haal ik er zo op. Dus we hebben het even omgedraaid. Dan kan ik nog even verder met voorbereiding hier. Op zich moet ik zeggen dat het eigenlijk niet heel verkeerd uitkomt. Want ondanks dat het natuurlijk mega gezellig is om samen te zijn. En ik ook echt graag samen ben. Kost het natuurlijk wel veel tijd. Dus en wie is er morgen jarig? Yay! Ja! Ja! Hiepe de piep, bijna! Hoera! Oh nee, hiepe de piep, bijna! Nee, hiepe de piep, hoera, bijna! Sarah druk aan het verven, wel even in een hemdje. Ik vind hem wel echt heel cool, ja. Dit bakje. Hé, hey, kijk nou. Het lijkt wel een beetje een vlindertje. Aan de onderkant. Is dat bij toeval waarschijnlijk, maar... Oh, nou wordt het geen vlinder meer. Oh. Jawel. Oké, okay. Kijk, ik zag een kop en een beetje vleugels zo. Heel cool. Oké, okay, change of plans. Sarah is net opgehaald, die is nu aan het spelen bij Belen. En ik ga nog even snel hier alles doen wat ik in die tijd kan doen. Dan ga ik Sarah erop halen, doen we even een theetje en dan naar huis koken. Ik heb Marco al geprobeerd te bellen, want ik wilde weten hoe laat hij thuis is. Maar die krijg ik nog niet te pakken, dus die zal nog druk zijn. Echt, vandaag. Ik had vanochtend al een afspraak en echt niks voor mij. Maar ik ben gewoon... Ik zei vanochtend nog tegen Sarah dat ik naar die afspraak moest. En eindstand ben ik gewoon helemaal vergeten. Terwijl ik het zei net voordat we weggingen. En dan had ik de auto moeten pakken en gelijk doorgemoeten. Ik heb de fiets gepakt, heb Sarah naar school gebracht. Helemaal niet bij stilgestaan. Daarnet wilde ik naar school gaan en ik had mijn jas en alles al aan. Toen dacht ik, nee, ze is een half uur later uit. Ging ook al goed. En ik heb elke keer een blackout moment. Wat had ik nou net? Net had ik ook weer iets dat ik dacht van nou, serieus? Ik ben even te vol in mijn hoofd. Maar goed, we zijn er bijna. Dus nu even snel een paar dingetjes. En als Marco thuis is, dan en Sarah ligt op bed. Het komt lekker uit mijn woorden. Versieren, tractaties maken en dat klaarzetten. En dan is dat stukje in ieder geval afgerond. En dat gaat natuurlijk ook dan weer wat meer rust geven. En ik denk zo heel even een momentje gewoon even kletsen. En een theetje drinken. Gewoon even mijn hoofd uit dat het ook wel even goed is. Even heel zwaar gefrustreerd. Ik spreek Marco net. En Marco is gewoon later thuis dan gepland. Dus ik moet vanavond alles of het grootste gedeelte alleen gaan doen. En ik zit echt net het vorige beeld te vertellen hoe gestrest ik al ben. Maar goed, ik ga nu Sarah ophalen en het gewoon heel even loslaten. We zijn weer thuis. Sarah is al op de bank geploft. Maar echt, we gingen weg en het ging zo, zo hard regenen. Nu snel koken. Gelukkig Bami. En dat gaat altijd met maken in ieder geval heel snel. Sarah was al toen ik de spullen aan het opruimen was de pannen aan het klaarzetten.
ik moet ook zeggen dat even dat eruit zijn, mijn hoofd wel heel even rust heeft gegeven. Dat had ik wel nodig. En aan de andere kant kom ik tijd tekort. Mama. Yes, schat. Het gaat nog harder regenen. Echt. Ik kom zo bij je, mop. Heel even wachten. Maar aan de ene kant kost het een tijd. Maar aan de andere kant heb ik wel even die pauze in mijn hoofd gehad. Zeg maar dat ik weer het gevoel heb dat ik wel weer nu wat helderder nadenk. En heb ik iets meer idee hoe ik het inval zo goed mogelijk kan gaan aanpakken. En even mijn prioriteiten wat beter op een rijtje. Maar echt, ik voel me wel aardig gestrest. Het regent zo hard, ik weet niet of je het hoort. Maar ik hoor gewoon echt in mijn gootsteen het water. Gewoon, hoor je het? Ploep, 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 ploep. Ja. Dat is gewoon, kijk, het gaat zo tekeer buiten. Het regent zo hard dat je gewoon de waterdruk, zeg maar, hoort borrelen. In de afvoer. Het is echt... Gek, hè? Kijk hoor, het regent. Nu wordt het gewoon beter. Het is ook echt, echt extreem. Want ik ga aan de andere kant van de tafel en hij staat naar de andere kant van de tafel weer. Ik ga naar de andere kant. Hij staat bij jullie kant. Dus, en ik moet ook die naar halen. Enzovoort, 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 enzovoort. Zo, Bami is klaar en het is opgehouden met die verschrikkelijk harde regen. Dus wij gaan nu lekker eten. Het was echt zo extreem net. Alleen dat kon ik niet meer laten zien, want toen was ik echt met eten bezig. Laat je nou je kroephoek vallen? Ja. Oh jeetje, mijn jeetje. Maar schat, niet alleen de kroephoek, hè? Nee, gaat ze weer erop doen, zeker? Dat is lekker, hè? Nee. Dat heb je van mij. Dat doe ik ook altijd. Ik ga nu even met Sarah vast één tractatie maken, want ze wilde het eindelijk... Ja, we hadden er even eentje uit, anders wordt het zo'n troep. Want anders heeft ze het niet gezien nu, voordat ze naar bed gaat. Ja, ja, we hebben heel voorzichtig af. Zal ik het heel even doen, want ik wil niet dat de randjes nu opblijven. Het is zo lastig eraf. Misschien kan jij heel voorzichtig in de keuken dat openknippen. Langs het randje. We gaan suikerspincocktails maken. Dus we hebben deze bekertjes met suikerspin. En daar doen we Wat is dat nou? Kijk, oh. En mag ik eten? Nee, kan je nog heel even de schaar pakken. Als ze over is, of gaat er één niet goed. Dan hebben we de papluutjes. En nou, ook heel voorzichtig openvouwen. Dat dat lukt. Dit was ook heel moeilijk om deze te vinden. Ja. Even kijken. Even wachten, nee. Die ga ik nog een stukje in knippen. Wacht maar even. Kijk. Ik sta jou mee. Een stukje papier. Dat heeft niet goed open. Nou, daar heb ik wel een idee. Maar er wordt heel veel gepriegeld. Oh, wacht, nee, hier zit het eetstukje. Ik dacht dat dit niet zat. Die doen we eronder. Kijk, die steken we er zo in. En dan ga ik deze heel voorzichtig knippen. Knip ik de kersjes. Ik heb van die kersjesnoepjes. En die knip ik dan uit elkaar. Dus dan zijn het losse kersjes. En dan krijgen de cocktails ook een kersje eraan. En dit zijn dan de tractaties. Ik weet niet, in het echt zien ze er gewoon leuker uit dan op beeld. Maar zo is de tractatie dus.
Bijna bedtijd. En vandaag ben jij hoeveel jaar? 5. En als je wakker wordt? 6. Oh, dat is magisch. Dan wil je zeker wel heel graag gaan slapen. Nee. Nee. Maar ja, als je niet gaat slapen, dan word je daar geen les. Ja, nu bedoel ik. Heb je nou een elastiekje gepakt? Oh, ja. Wel trusten, kleine meid. Wel trusten. Hé, ik kan zeggen, dag vijfjarige. Ik zie jou nooit meer. Want morgen word jij wakker. En dan ben je een zesjarige. Nee, ik ben nog een vijfjarige. Nee, morgen als jij wakker wordt en ik jou weer zie, dan ben je 6. Dus, dag mijn kleine vijfjarige meisje. Ik weet echt niet wat het is, maar ik voel me altijd zo emotioneel dan. Ik heb het even van me afschudden. Voor mij hoor je het zelfs aan mijn stem. Ik ga even thee zetten en dan beginnen met de tractaties. Staan. Nou, die gaat weg. En we hebben nu de 6 ballon. En die ga ik dan nu opblazen. En plaatsen. Hopen dat deze ook een jaar blijft staan, want dat is zo grappig. Even kijken. Deze nou niet opblazen. Oh, kijk nou. Ik ben gewend dat je ze met een rietje opblaast. Maar dit werkt dus anders. Hier zit iets in. En dan moet ik breken, drukken.
En dan moet ik schudden. Oh, het wordt helemaal koud. Dit is echt heel grappig. Je hoort het ook. Goed, blijf schudden. Dat doet hij dan dus niet. Oh, wat grappig dit. Ik heb nog nooit gehad. Echt, ja, het is echt stom dat jullie het niet kunnen voelen. Maar het voelt helemaal koud aan. Het maakt echt veel herrie. Schud het dat het niet ging opgaan. Volgens mij is dat de bedoeling. En dan moet het stokje er dan aan. Oh zo. Deze is heel anders, joh. Ik weet ook hoe lang je dat moet schudden. Nee, ja. Hij is echt stijf opgelaten. Heel apart dit. En dan moet ik hier dit gatje zo aanklikken. En we hebben er 6. Even heel zachtjes praten. Maar ik sta nu op de gang. En ik leg altijd 6 kleedjes klaar voor de dag erna. En ik had dat natuurlijk al verteld. Die ga ik nu stiekem opruimen. Morgen krijgen ze natuurlijk als eerste cadeau de outfit van morgen helemaal compleet. Dus ik moet niet wakker worden. Ik neem jullie ook niet mee naar binnen. Zo leuk. Ik vind het zo leuk. Nu al zin in de reactie. Gelukkig helemaal goed gegaan. Dus ik ga nu de kamer versieren. Ik hoop dat het me lukt in mijn eentje. Maar ja, Marco komt dadelijk zo laat thuis. Dat wordt echt te laat, dus ik zal echt moeten gaan kijken of het me gaat lukken. Even heel trots op mezelf, want ik heb de kamer gewoon versierd gekregen. Het hangt helemaal vol. Ik vind alleen, zodra ik het film, lijkt het net of er ergens lukraak een slingertje hangt en niet vol. Maar als ik zo de kamer zelf rondkijk, dan hangt het echt vol. Dat vertaalt niet op beeld op de een of andere manier, maar goed. Ik ben blij, ik ben moe. Ik moet nog 1 ding doen voor morgen. Dat is cadeau even pakken, want dat neem ik mee naar boven. En natuurlijk moet Sarah de banaan van morgen ook helemaal in thema zijn. Dus wil je zien hoe het morgen allemaal gaat, of Sarah verrast is, wat we allemaal gaan doen, kijk dan vooral morgen ook even. Je kan hieronder ook abonneren, dan mis je het helemaal niet. Klik op het belletje als je op de hoogte wilt blijven, als we iets nieuws uploaden. Duimpjes, reacties zijn welkom en zie ik je morgen. Doei doei!